Ik ben een holocaustoverlevende. Ik heb in de Tweede Oorlog veel meegemaakt. En dat zal ik niet allemaal uiteenzetten, maar het was een hele moeilijke tijd. Na de oorlog, toen ik thuis kwam en mijn ouders hebben de oorlog overleefd... toen bleek dat de familie van mijn moeder volledig was uitgeroeid. Van mijn vader ook. En toen dacht ik, als de Joden in Europa worden vermoord... dan is er geen plaats voor mij in Europa. Mm. En op die jeugdige leeftijd heb ik besloten twee dingen in mijn leven te doen. Naar Israël te gaan en journalist te worden. Het is allebei gelukt. Allebei gelukt, hm. Mooi. Um, ja, jij bent er gaan wonen hè, als yes. journalist en als correspondent. Um, dus die dingen die, die zijn inderdaad uitgekomen. Is dit 75-jarige jubileum, is dat dan een, 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 iets moois voor jou? Of heb je er ook moeilijke gevoelens bij? Nou, het is de continuïteit van het bestaan van Israël. Het is een prikdatum. Je kan ieder jaar een datum op Israël zetten. 75 jaar is natuurlijk een bijzondere datum, toch? Ja, ja. Um, maar als je het 75 jaar terugkijkt, heeft Israël zich ongelooflijk fantastisch ontwikkeld. Want ik heb het land in het begin gezien, tot ja. nu: een moderne staat, industriële staat, high-tech mogendheid. Een land met uh, heel veel problemen. Hier klinkt trots. Ja, ik ben heel trots op Israël, maar even trots als bezorgd in deze tijd. Mm -hmm. Die twee dingen, die leven ja. in mij. Okay.